Het zou dus best kunnen dat, ik zeg maar iets, een vrouwelijke tienerplooier van 16 jaar met een meisje van 14 jaar die in de prostitutie is gedwongen vandaag in één gesloten instelling zitten. Dat kan in theorie. Het is zelfs erger, het is niet enkel in theorie, het is al gebeurd. Hè. En dat is een praktijk waar wij absoluut paal en perk aan willen stellen. We willen ze gewoon afschaffen. Het is heel duidelijk dat de gemeenschapsinstellingen in de toekomst voorbehouden blijven voor jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. En dat we naar de private voorzieningen gaan, zoals dat heet. Dus zijn VZW's die opvang voorzien voor jongeren die thuis in een moeilijke situatie verkeren of die net slachtoffer zijn van zo'n andere jongere die bijvoorbeeld aan tienerpooierschap doet. En die twee die willen we van elkaar scheiden, omdat het natuurlijk absoluut niet stichtend is van die twee samen te steken en dat dat eigenlijk voor die slachtoffers toch wel een kaakslag is. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.